Middeleeuwse literatuur is veelzijdig in haar vormen en thema's en ontwikkelt zich ook in de loop der tijden. Dat geldt ook voor het genre van de epiek. Zo bevatten de oude Karel-romans, die gebaseerd zijn op de chansons de geste over de heldendaden van Karel en zijn ridders, doorgaans verhalen met een historische kern, terwijl in de wat jongere hoofdse romans het verhaal vaak verwantschap vertoont met sprookjes. En waar de karel-epiek vooral de feodale waarden van trouw en eer en moed uitdraagt, daar propageren de hoofdse romans vooral waarden als zelfbeheersing, bezonnenheid, welsprekendheid. Deze ontwikkeling zien we op nadrukkelijke wijze in de rol die vrouwen toegemeten krijgen. In de karel-epiek hebben ze meestal een plaatsje op de achtergrond. Denk bijvoorbeeld aan de passage waarin Karel's zuster, die voorheen Egeriks vrouw was, diens nederlaag zonder enige vorm van overleg aan Elegast wordt gegeven. In de Hoofdse Arthur-romans daarentegen komen de vrouwelijke personages juist wel prominent in beeld. In de periode van de late epiek, en dan bevinden we ons in de 14e eeuw. Worden er teksten geschreven die elementen hernemen uit de oudere epiek en de Hoofdse roman, maar daar wel een heel eigen draaien aan geven? In de Romanistiek wordt dit type tekst wel chanson d'aventure genoemd. Ook in het Middel-Nederlands zijn er dergelijke teksten overgeleverd. Denk aan bijvoorbeeld de Hugo van Bordeus en de Madelgies die sterke verwantschap vertonen met de Karel-epiek, maar dan wel opgesmukt met exotische avonturenreizen en magie. Een bijzonder voorbeeld van deze late epiek is de Segelien van Jeruzalem. Deze oorspronkelijk Middel-Nederlandse ridderroman is in de eerste helft van de 14e eeuw geschreven. In zo'n 12.000 versen wordt het levensverhaal verteld van Segelien, Zoon van de islamitische koning Prides van Jeruzalem en diens vrouw Blance Fleur, die in het geheim het christelijke geloof aanhangt. De beschrijving van Segeliens geboorte doet sterk denken aan de geboorte van Jezus. Drie profetessen brengen de boreling drie doopgeschenken, en één daarvan is de voorspelling dat hij zijn leven als heilige zal eindigen. Segeli's levensweg leidt hem naar allerlei avonturen, waarbij hij reuzen en rovers bevecht, in zijn eentje een belegerde stad ontzet, vijftien jaar in een kerker gevangen zit, Rome redt van een belegering, trouwt met de dochter van de keizer, dan zelf keizer wordt, daarna nog eens vijftien jaar als een heremiet in een boom doorbrengt, om uiteindelijk zijn leven te eindigen. Als Paus Benedictus I. Wie bekend is met de Karel- en Arthur-epiek zal in eerste instantie verrast worden bij een lezing van de zegeling van Jeruzalem. Het verhaal lijkt alle kanten uit te gaan en de held verzeilt van het ene avontuur in het andere. Maar er zitten wel degelijk enkele elementen in het verhaal die typerend lijken voor de late epiek. Allereerst is er de rode draad van het conflict tussen christendom en islam. Segelins daden zijn heel sterk gericht op het beschermen en versterken van het christelijk geloof, wat zich op de eerste plaats uit in het bestrijden van moslims. Hij vecht bijvoorbeeld met twee islamitische reuzen, Klinker en Klinkaard, die broers van Segelins vader blijken te zijn. Uiteraard verslaat Segelin hen, en als ze zich niet blijken te willen bekeren, worden ze prompt door Segelin gedood. Dat ze familie zijn, is dus minder belangrijk dan hun weigering christen te worden. Het belang van religie wordt onderstreept in de woorden die Segelin spreekt bij de dood van Klinker. Nu bist u dood. En de ik ben blijven al ongewond," sprak Zegelin. Mijn God is beter dan die dien. Ook de liefde speelt in de Zegelin van Jeruzalem nog steeds een belangrijke rol, maar de hoofdse verering van de vrouw is hier wel heel ver te zoeken, en het religieuze element lijkt belangrijker. Als Zegelin de stad van koning Olivieren ontzet. Krijgt hij van de koning toestemming diens harem te betreden? Daar verwekt hij in één week tijd zeven zonen bij zeven koningsdochters. Maar als Zegelin daar later door God voor gestraft wordt, is het niet de seks die hem de das ontdoet, maar het gegeven dat de koningsdochters niet gedoopt zijn. Zegelins latere liefde voor Florette. De dochter van de keizer van Rome, beantwoordt dan weer grotendeels wel aan de hoofdse etiketten. Er wordt ook aardig wat afgereisd in de late epiek en de zegeling van Jeruzalem is hierop geen uitzondering. De held wordt geboren in Jeruzalem, maar brengt ook tijd door in Rome en op andere plaatsen. Ook hier is het religieuze element belangrijk. Een groot deel van Zegelin's reizen wordt bepaald door zijn zoektocht naar de relieken die verbonden zijn met de kruisdood van Christus. Zoals het Heilige Kruis, de Doornenkroon, de Nagels, de gezel en de lans waarmee zijn zijde werd doorboord. Een opmerkelijk voorbeeld van de samenhang van reizen en religie mag in onze ogen eerst nogal absurd overkomen. Maar is dat niet? Als Segelien en zijn schoonmoeder per schip naar Rome terugkeren vanuit het heilige land, waar ze het heilige kruis gezocht en gevonden hebben, zien ze midden op open zee iemand drijven op een plank. Het blijkt Florette te zijn, Segeliens vrouw. Dat mag voor ons een wel heel erg bizar toeval lijken, maar in een door God beheerste en bestuurde wereld is dat perfect mogelijk. Het was immers ook God die Florette Schipreuk liet leiden om zo te kunnen ontsnappen aan een zeeman die haar wilde aanranden. Ondanks de herkenbare historische personages zoals Constantijn de Grote en Sint-Helena staat de segeling van Jeruzalem een heel eind af van de geschiedenis zoals die in de Karel-epiek aan bod komt. Hier krijgen we ook niet de verfijnde levensstijl van de hoofdse roman gepresenteerd, maar een rauwe, realistisch geschilderde wereld, gekruid met soms grove humor. Het is geen hoofdsridderlijk ideaal dat Segelin nastreeft, maar hij moet leren om zich te schikken naar Gods plan. En juist omdat hij dat uiteindelijk doet, verwerft hij de hemel. En het laat middeleeuwse publiek lustte hier wel pap van. Er is maar één handschrift met de tekst bewaard gebleven. Maar net als Karel en de Elegast wordt de Segelien van Jeruzalem meerdere keren in de oorspronkelijke versvorm op de pers gelegd. Of het publiek van de 15e en 16e eeuw echt geïnteresseerd was in de religieuze boodschap van de dichter, of zich vooral liet meeslepen door het avontuurlijke leven van Segelien, dat moet helaas in het ongewisse blijven.